Hallo, welkom bij de bespreking van de opdracht Ruimtelift. Net als altijd natuurlijk, eerst zelf eventjes proberen om deze opdracht te maken. Ik bespreek trouwens alleen vraag 5 en 6 van deze opdracht. Nou, net als bij heel veel opdrachten is er eerst een stukje leestekst. Lees het wel altijd eventjes door, want wie weet heb je hier nog wat aan. Ja, iets wat je hier eventueel zou kunnen lezen uit de opmerking is van, goh, wat is een geostationaire satelliet? Ja, een geostationaire satelliet bevindt zich namelijk op de vaste plaats boven evenaar. In principe moet je dat al kennen, maar goed, staat hier nog eventjes bij. En beschrijving over de ruimtelift. Voor de rest heb je hier niet zoveel extra info bij. Dus we gaan even door naar de volgende stukje van deze opgave. En het gaat over de kabel dus die tussen de satelliet, die daar zo rondzweeft, en de aarde. En in een figuur wordt de hoogte en de kracht, en er zijn twee krachten. Je hebt hier de gravitatiekracht en de middelpuntzoekende kracht. En gegeven is hier de geostationaire hoogte en meteen zie je ook van, hey, op dat moment is de gravitatiekracht gelijk aan de middelpuntzoekende kracht. En dat heb je hier natuurlijk nodig bij de berekening van een geostationaire hoogte. Want wat is er aan de hand? Nou, laten we het eventjes daarnaast neerzetten. Ja, je hebt dus, kijk hoeveel ben ik, hier, ja, je hebt dus dat de gravitatiekracht, zo, gravitatiekracht is gelijk aan de middelpuntzoekende kracht. Nou, dan heb je wel even natuurlijk de kennis van de formules weer nodig. Heel belangrijk. Gravitatiekracht die is hoofdletter G keer de massa van het ene voorwerp, dat is van de satelliet, keer de massa van de planeet waar hij omheen cirkelt, dat is de aarde, gedeeld door R. Kwadraat, en dat is de afstand tussen, dus een kwadraat. Nou, het lijkt meer op een 4, hè? Even kijken. Zo, ja, kwadraat. En dat is dan gelijk aan middelpuntzoekende kracht, en dat is de massa van degene wat aan het cirkelen is, dus de satelliet weer, keer de snelheid in het kwadraat. Zo, gedeeld door, in dit geval, R. Nou, je ziet dat je de massa links en rechts kunt wegstrepen, dus de massa kun je wegstrepen. Je zit hier nog wel even met de snelheid, want ja, de snelheid is niet gegeven, maar bij een cirkelbaan kun je de snelheid op zich weer apart berekenen, want ja, V is gelijk aan 2 pi gedeeld door 2 pi r, zo, gedeeld door t kwadraat. En dat betekent dus dat je V kunt invullen in V kwadraat. Want ja, V kwadraat de kwadraat gaat altijd een beetje moeilijk, zie ik. Zo, V kwadraat is dus gelijk aan 4 pi kwadraat maal R kwadraat gedeeld door t kwadraat. Nou, en dat vul ik dus daarin. En dan krijg ik dus hier dat g keer de massa, in dit geval van de aarde, gedeeld door r kwadraat. Kwadraat. Is gelijk aan, en dan heb je dus v kwadraat, dat is die, en je deelt door r, dus ik hou hier nog maar 1 r over. Ik hoop deze, nou, weet je wat, ik doe het wel eventjes. Je hebt dus 4 pi, en dan r kwadraat, gedeeld door t kwadraat, maar je ziet hier, ik moet dus nog door R delen.
Ja, dus verdeeld door R betekent dus dat je in principe gewoon de. Ja, want je ziet hier, hè, je deelt door R. Dus betekent dat ik hier 1. Eventjes, oh, kijk, daar ben ik alweer te. Eventjes mijn gummetje wat kleiner maken. Ja, dat betekent dus dat ik 1 R kwijt ben. En heb je dus dit als resultaat over. En dan kun je dan zeggen van hé, dat je tenslotte hier overhoudt dat je hebt hier een kwadraat en een r. Dus als je dat een beetje herschrijft, dan kom je op dat r tot de macht 3, ja, is gelijk aan. En dan heb ik g. Ik heb nog m. En ik heb nog t in het kwadraat. En dat alles nog gedeeld door 4 pi. Ja, dit is hoe je r kunt berekenen. En wat hier staat. Ja, dat is in principe ook gewoon de derde wet van Kepler. Dus je had in dit geval ook meteen met binas de derde wet van Kepler kunnen doen. De derde wet van Kepler is niet standaard bij de VWO-examenstof, maar je mag hem best gebruiken, staat in binas. Goed, dit invullen. En dat invullen laat ik eventjes wel wat aan jullie zelf over. Want ja, je begrijpt met het pen is het een beetje moeilijk om alles echt een beetje fatsoenlijk in te vullen. Maar let op, hè, dat je voor G, ja, is tabel 7 van binas, 6,67 keer 10 tot de macht min 11. De massa van aarde, ja, die kun je ook uit binas halen. Binas tabel 31, het zonnestelsel. En hè, die is dan gelijk aan 5,972 keer 10 tot de macht 24 kilogram. En let goed ook op dat je de t, de omlooptijd, hè, in secondes doet. Dus, en voor geostationaire satelliet is de omlooptijd 24 uur. Dus 24 keer 3600. Nou, dat vul je hier allemaal in. Ja, en let op dat je natuurlijk met 4 pi, ja, dat je even in je rekenmachine werkt met haken, want anders dan, ja, als je gewoon doet gedeeld door 4 maal pi, dan deelt hij eerst door 4 en daarna doet hij het keer pi, maar je moet natuurlijk ook delen door pi. Nou, als je dit allemaal correct invult en uitrekent, dan kom je op een getal van 7,532 keer 10 tot de macht 22. Die tweeën die zijn niet echt lekker, hè? 22, hier hoort nog een 2 te staan. Maar dat is echt op mijn. Zo, ja, 22. Ja, en oftewel R. Ja, is de derde machtswortel hiervan. Kun je ook zeggen van god, dat is dit getal tot de macht 1 derde. En dan kom je op een R van 4,2 2 3 keer 10 tot de macht 7 meter. Ja, dat is een 2. Nou komt er iets wat heel vaak voorkomt, want gevraagd werd hier
De hoogte. Ja, kijk hier. De hoogte. En je hebt berekend de straal. Dus kijk eventjes in het plaatje. Je hebt berekend. Zo. Dit heb je berekend. Ja, de R. En dit wordt gevraagd. Dus je ziet dus dat je nog nodig hebt. Dat je dit stukje R van de aarde, die moet je nog afhalen. Ja, dus je hebt hier deze. Hè, en betekent dus dat de totale hoogte tenslotte. Ja, dat is dus de berekende straal of de berekende R 4,223 keer 10 tot de macht 7. Ja, die RA, ja, is ook weer tabel 31 van het zonnestelsel. En die R van die is 6,371 keer 10 tot de macht 6 meter. Ja, en dat is dus hetzelfde als 0,6371 keer 10 tot de macht 7. Dus hè, ik moet hier min 0,63. Even kijken, ja. 371 keer 10 tot de macht 7. Ja, en dan kom je tenslotte op, werd hier niet gevraagd met significantie. En ja, eens kijken hoor. Ik mag zelf in principe dan weten hoeveel het is. Dus dan, wat zullen we doen? Nou, weet je wat, ik doe 3 stuks. Hè, en dan kom je op 3,58. Oh. Ja, keer 10 tot de macht 7 meter uit. En dat is de geostationaire hoogte. Een beetje gekriebel natuurlijk hier zo, maar hè, je kunt het vast veel netter opschrijven. Je kon hier 4 punten mee halen. Zo, nou, en dit zijn dus de punten. Je ziet, hè, miljoenpersoenkracht gelijk aan een gravitatiekracht en de juiste formules erbij. Gebruik van V is 2πr met de juiste waarde voor T. 24 uur hoeft het dus in dit geval nog niet in secondes. Dat komt natuurlijk in het completeren terug. En belangrijk inzicht dus dat de berekende straal opgebouwd is uit de aarde, altijd een straal van de aarde plus de hoogte. Ook hier nog eventjes apart bij vermeld van derde wet van Kepler is in principe ook meteen goed. En ja, dan heb je dus in feite het eerste punt daarmee behaald. Je moet natuurlijk nog wel het tweede punt in principe ook gehaald. De tijd moet natuurlijk wel in secondes. We gaan verder met vraag 6. De massa die dus met een kabel verbonden is met de aarde, die is veel verder weg dan een geostationaire hoogte. En gevraagd wordt dan van leg uit dat de kabel tussen B en de aarde dan strak gespannen staat. En dat moet je doen met figuur 1 en figuur 2. Dus het is even belangrijk dus dat je in je antwoord deze figuur gebruikt. En dat je in antwoord deze figuur gebruikt. Nou, wat is er aan de hand? Allereerst figuur 1. Je ziet dus dat als B veel verder weg is dan de geostationaire hoogte, ja, betekent dus dat de hoogte, ja, nou zit hier ergens, hè. Oftewel, de miljoenpersoenenkracht hier is veel groter dan Fg. En dat is iets wat wel van belang is, want dat betekent dus hè, dat je dus
De middelpersoonskracht. Ja, die was. Ja, zo net gelijk aan de gravitatiekracht. Maar dat is dus hier niet zo, want de middelpersoonskracht is veel groter. Maar de middelpersoonskracht, ja, is nooit een kracht die zomaar ontstaat. De middelpersoonskracht is een kracht die opgebouwd is uit andere krachten. Ja, in een geostationaire hoogte is hij gelijk aan een gravitatiekracht. Maar nu moet er dus nog een extra kracht bij. Ja, plus, ja, en wat is het? Nou, je hebt hier, hij zit hier aan een kabel vast. Dus de enige mogelijkheid is dat er dus nog een kracht is van de kabel op de massa. Ja, dus dat is hier. Ja, kracht. Van de kabel op B. Nou, en in principe is dit al een correct antwoord. Je kunt natuurlijk zeggen van oké, er wordt kracht op B uitgeoefend en B zal dus even hard op de kabel gaan trekken en daardoor krijg je dus dat je een spankracht krijgt. Hè? Maar je hebt dus zorgt voor een strak gespannen zo kort. Ja, zet het laatste nog wel eventjes voor zekerheid bij, hè, dit stukje. Want hè, dat wordt inderdaad echt gevraagd, hè, uitleggen waarom de kabel strak gespannen staat. De punten die je hiervoor kon krijgen. Ja, het zijn drie punten waren op zich niet verkeerd. Hè, en dan is dus allereerst hè, inzicht dat dus de middelpersoonskracht groter is dan de gravitatiekracht. Ja, dus de kabel levert een kracht op de massa en daardoor wordt die strak gespannen. Hè? En je hebt hier ook nog eventueel inzicht in de derde wet van Newton, zei ik net ook. Hè? De kabel oefent de kracht uit op de massa en de massa oefent de kracht uit op de kabel. Dus, hè, maar dit kun je op verschillende manieren uitleggen. En tot zover de ruimtelift 5 en 6. We kijken zo meteen wel eventjes of we nog een andere opgave kunnen doen.